Blatende schapen, dat is wellicht wel het laatste wat je verwacht op een druk bedrijventerrein zoals dat van de Prijkels op de grens van Deinze, Nazareth en Kruisem. Zwaar vrachtverkeer rijdt hier voortdurend af en aan. Maar sinds kort is dit bedrijventerrein ook de tijdelijke thuisplaats van deze kudde schapen. Met zo'n 200 zijn ze en ze maken evenveel lawaai als de voorbijrazende vrachtwagens. Het is iets anders dan een begrazing in een bos. Langs het ene oor hoor je de bedrijvigheid en de machinerie. Langs het andere de rust en de vogels. Maar dat is onze wereld zeker, de twee die erbij horen. Het gras interesseert hem vooral. Het zijn hier mooie stroken. Dus de schaapjes zijn content van hier te kunnen eten. Stijn is schapenherder bij VZW De Grazer. Samen met zijn herdershond Iris brengt hij de kudde naar de groenste plekjes van de Prijkels. En dat zijn er wel wat, want het bedrijventerrein werd recent nog uitgebreid. En daarbij was er heel wat aandacht voor groene bufferzones. Die werden voornamelijk ingezaaid met gras en bloemenrijk grasland. Het lievelingsmenu van deze diertjes. Bij een mechanisch beheer wordt alles gelijkmatig afgesneden, de graslanden. En bij de schapen gaan meer de plantjes kiezen. En dat gaat veel gevarieerder gebeuren, waardoor dat er andere plantjes hun kans krijgen tussen het gras. De schapen gaan ook met hun vacht meer zaden verspreiden en dergelijke. En op die manier krijgen bepaalde insecten ook weer een kans in de natuur. En met die insecten dan ook weer andere diersoorten. Dus dat zorgt echt wel voor een rijker ecosysteem. Deze ecologische vorm van begrazing wint de laatste tijd steeds meer aan populariteit. De herder en zijn hond laten de kudde schapen 's morgens vroeg los op de groene velden en begeleiden ze 's avonds weer naar de wachtweide. Het is de bedoeling dat de schapen hier tot begin juni blijven grazen. Ik maak dat ik goed voorbereid ben, een rugzak waarin ik alles mee heb. En dan, eens dat ik hier ben, is het op het ritme van de schapen zien hoeveel honger dan ze hebben, hoe dan ze zich gedragen. Soms hebben ze na 4 uur genoeg gegeten, soms na 6 uur. Dus de voorbereiding is belangrijk. En dan, eens dat ik hier ben, is het echt op het ritme van de schapen. De bedoeling is om het zo romantisch mogelijk te laten lijken, maar daar zitten dus wel wat voorbereidingen in.